Zoals jij kijkt, zo voel ik me ook. Kijk jij uit, Harry? Dat is een doof als te kaleren. Harry? 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 Met 100 euro naast je. Kijk goed. Zo. Eén lekkere duim erin stoppen. Zoals dat, joh. Net als thuis. Gewoon lekker diep erin, dan. Dat gaat de hele dag zo, hè? Okay? Dat gaat de hele dag allemaal door. Oké. Okay. Ja, ze hebben geen stop. Nou, dat is niet waar, hoor. Best een serieuze dag aan goederen. We zijn best serieus, hoor. Ja, hoor. Ja, vroeg opgestaan, hoorde ik. Ja, redelijk. Ja? Op de klas om 5:30 en te kleien 7:30. Oh. En we hebben een bak koffie genomen en hebben nog een keer gelijk. En we lekker zitten te kakking lopen. Moet je niet kom je nog een keer terug om hem af te maken? Nou, ik kom niet zo vaak meer in Groningen. Nee? Nee, liever niet. Nou. Ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn... Nee, dat kan ik me eigenlijk niet. Nee, er zijn duizenden zeggen... mensen die keramiek en die potten bakken. Dus ja, maar die stonden hier ook echt wel in het winkel. Er staan wel echt hele mooie dingen, dat moet ik eerlijk zeggen. En het is gewoon aan ons niet besteed, want ik vind wel dat je er tijd voor moet nemen. Maar wat is dan wel aan ons besteed, schat? Hey, Lida, bedankt voor deze uitleg. Lida, hartstikke bedankt voor deze cursus. We hebben onze naam erin gezet. Ja, leuk. Ik ga ze voor jullie bakken. Bedankt voor de gastvrijheid. Graag gedaan. Koffie, de thee, limonade. Kunnen mensen zich nog ergens aanmelden als ze bij jou weer terecht willen? Ja, www.koehoornkeramiek. Zeg het nog één keer. Haal even die beugel eruit. Zeg jij het dan even. Zeg het nog één keer, keramiek. Zeg nog maar even rustig. Koehoorn. www.koehoornkeramiek.nl. Wat zit er allemaal tussendoor, joh? Nou. Ik vind het hartstikke lekker, maar als ik dit opeet, dan lig ik trillend in de hoek. Wel leuk dat de productie ook aan me denkt als suikerpatiënt zijnde. Ik ga net zo goed gelijk doodgaan. Geef me anders even 10 klontjes, is hetzelfde. Nou, gelukkig hebben we het weer mee. Blijft die griebesboot. Oh, de zon is gaan schijnen in je mond, zie ik. Was toch hartstikke leuk met zijn vies, of niet? Nou, leuk dat ze vet weer. Nee, niet doen, hoor. Nee, dat zou jij dan vinden. Ga de dealer even bellen, anders komt die hele dag niet door. Nee, ik doe het niet meer. Mijn moeder draait zich om in de graf. Nou, die heeft al een paar wentelingen gemaakt, je moeder. Dat is net een tolmachine geworden, die vrouw, dat graf. Het is hier zo sterven. De donkere wolken pakken zich samen boven het vreselijke programma. Maar goed, dat kunnen we natuurlijk niet hardop zeggen. Nee, maar dat is toch eigenlijk allemaal voor het goede doel? Ja, je doet alles voor het goede doel, toch? Ja, net zoals jij. Zakken puilen uit voor de vriendenloterij. Zelfs een vliegtuig naar hem genoemd, hè? Dat het ding nog niet neergestort is. Of het geroepen. Oh. De bouwvakkers. Jeetje, wat staat dat in de stijgers, hè? Ja, het is net of ik naar jou zit te kijken, hè? Wat een troosteloze bende. Ja, is dat niet normaal, dit? Oh, wat vreselijk. We hoeven dit toch niet meer te doen? Ja. Ik zit hier op een camping. In een tentilet. Oh, oh. Even SOS, dat we weg willen hier. En de productie. Zo'n zien. Die ouderen zitten al in die tentjes volgens mij. Nou, zullen wij gewoon hard wegrijden? Dan hebben ze in ieder geval hun wens vervuld. Maar waarom ook niet lekker even aan de kust? Waarom zitten we ook hier? Nou, als je even wacht is de kust vanzelf hier. Het enige leuke aan het woordje camping zijn de laatste drie letters. ING. Het is een godverdomme kramp in mijn poot. Oh. Je hebt toch ook campings in Marbella, ja? Of zie ik het verkeerd? Zit ik om in de provincie Utrecht met een bliksemschicht boven mijn hoofd. Ik zijn net de Adams Family. Bliksemschicht. Echt? Nou, die bliksem zat anders wel heel dichtbij net, hè? Ja, dat heb ik nooit zo goed gezegd.
kan jij even het bakje even alles eraf halen? Je hebt toch niks te verliezen. Nee. Kan je erin? Vind je dat leuk? Nee, ik vind het hartstikke leuk. Zal ik hem omhoog doen? Hij staat niet stabiel, hoor. Nee, daarom. Het is net jouw carrière. Snel mogelijk omhoog. Wil jij eerst of tweede keus? Nou, doe maar eerste keus, schat. Zou iemand het erg vinden als ik naar beneden zou vallen? Nee. Oké, there we go. Mietje! Als je niet denkt, dit gaat verkeerd, dan heb je gelijk. Hey Corrie, geef mij eens een keu. En normaal, hè? En er komt hier een hoge drugsgebied vanuit het noorden, komt hier naar beneden. En vanuit het westen komt... Hier in dat ding. Bloed om. Wat moet je doen? Oh. Nou, we gaan even een feestje bouwen. Nee, niet doen. Nee, dat kan niet. Ja, wij als u... Nee, dat is zonde. Oh, mag niet stuk. Ja, dat is te laat. Dan krijgen ze van mij wel een nieuwe, goed? Kan hij iets naar voren of blijft hij nou op één plek staan? Ja, je maakt mij niet gek. Ik pis je niet. Oké, ja. Wat een draken. Net zo wit als mijn tanden, of niet? Ik wou net aan je vragen, is er nog eens een periode in jouw leven geweest dat je echt voor jezelf op moest komen? Maar zo te zien is dat aardig gelukt, hè? Nou, met hem en dat. Nou, dat kan je dus weer niet maken. Altijd net even een stap te ver. Ja, dat heb ik van jou geleerd. Ah. Nou, laten we het even positief houden, jongens. Ja, ga je weg? Lekker, Nou, ik zou wel heel graag willen. Maar goed, voorlopig zitten we hier weer in een verzorgingstehuis. Nou, ik heb een formulier al getekend dat ik je achterlaat hier. In het mortuarium.